De Oranje Leeuwinnen zijn uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Maar hier in Rotterdam praat ze vooral over de vrouwen van Excelsior Barendrecht. Ik ben vanavond aanwezig bij de laatste wedstrijd van hun debuutjaar om erachter te komen hoe ze op de afgelopen periode terugkijken. Ik heb al een paar echte Excelsior supporters ontdekt. Zijn jullie voor Excelsior? Ja! En wie gaat er vanavond winnen? Excelsior! En wat stralen ze uit? Ja, gewoon sportiviteit. Ja, sportiviteit. Ja, sportiviteit, ja. Voor wie zijn jullie hier vanavond? Ik ben voor Excelsior Barendrecht. Ik ook. En hoe vind je dat ze tot nu toe doen? Ja, heel goed eigenlijk. Jammer van de tegendoelpunten, maar ze doen het echt heel goed. Voor Rotterdam is het toch ook heel wat dat er opeens een vrouwenelftal voor in Rotterdam speelt voor hun. Dus ik denk dat het voor Rotterdamse meiden ook wel heel erg goed is. Het was de laatste wedstrijd voor de winterstop. Hoe was de wedstrijd? Ja, het was een mooie wedstrijd volgens mij. Aan ons een mooie kans om te laten zien dat we de eerste helft van de competitie ervaring hebben opgedaan. Wat was het hoogtepunt uit jouw wedstrijd? Mijn hoogtepunt was mijn kopdoelpunt. Dat is natuurlijk altijd mooi om te scoren. Dus dat is zeker een mooi hoogtepunt. En wat raakt u als u aan die meiden denkt? Wat? Nee, het is mooi om te zien dat iedereen zoveel energie geeft. Ja. Bent u ook trots op uzelf? Nou, ik ben niet zo belangrijk. Die meiden doen het. Ja, die meiden doen het in het veld. En als je ziet dat daar progressie in komt, dan is het voor mij voldoende.